Robin, 3-0 verlies tegen het grote KNAK Roeselaar. Met welk gevoel sta jij hier nu? Met een tevreden gevoel. We hebben toch wat weerwerk kunnen bieden aan KNAK Roeselaar. Zeker een tweede set. Er zaten mogelijkheden in voor eventueel die set te kunnen pakken. Die eerste set nemen zij direct verschillende punten voorsprong. En dan begint bij jullie de motor aan te slagen en beginnen jullie te achtervolgen. Ja, we hadden problemen in receptie in de eerste set. Heel goede services van de passeur daar en daar hadden we heel veel moeilijkheden mee. En nadien hadden we die receptie meer onder controle en konden we weer meespelen met die mannen. In die tweede set kan je me inbeelden met de scores die je ziet staan op het scorebord, dat je toch begint te hopen om die set binnen te halen. Ja, je staat voor tegen het grote Roeselaar en dan hoopt op meer. We hebben 2 jaar geleden al eens een set gepakt tegen die ploeg, dus het kan. En, het had mooi geweest, moest dat vandaag weer zijn. In die tweede set staan jullie met 4 opslagfouten. Dus ja, als je daar 1 of 2 minder fouten maakt, dan heb je hem. Ja, dat is waar. Maar we moeten risico nemen in service. Want als we geen risico nemen, dan spelen ze ons van het cashen naar de muur. Dus ja, als we risico's moeten pakken, dan komen er ook automatisch fouten bij. Ja, hoe is het nu voor een speler uit de Liga B om tegen een Verhenneman in een Tuurlings te staan? Leuk, hè? Dat is een keer een ander niveau. Die mannen trainen elke dag en je ziet dat verschil natuurlijk. In hoogte, in kracht. En dan weten we dat er werk is bij ons, hè, als we mee willen in Liga A.